In deze video wil ik het hebben over de ideale energiebron. Um, de ideale energiebron bestaat niet, anders dan wat je misschien zou verwachten. Um, een energiebron moet eigenlijk voldoen aan een vijftal punten en er is op dit moment nog geen enkele bron die aan alle vijf deze vereisten voldoet. Ik zal beginnen om alle vijf de punten even te benoemen en tot slot zullen we eventjes de bestaande energiebronnen nalopen en per bron aangeven wat bij die bron het probleem is. Nou, om te beginnen, de bron moet veilig zijn. Er mag geen brandgevaar zijn of explosiegevaar. Er mag ook geen gevaar zijn tijdens de opwek van de energie en de energiebron mag niet toxisch zijn. De bron moet betrouwbaar zijn. Hij moet 24 uur beschikbaar zijn. Dus uh, er mogen geen kortstondige periodes zijn waarbij de bron niet kan leveren. De bron moet langdurig beschikbaar zijn. Al zou de bron jaren achtereen moeten, moeten leveren, dat moet hij kunnen. En er mag ook geen single point of failure zijn. Het moet niet zo zijn dat als deze ene bron om wat vrede dan ook niet beschikbaar zou zijn of uit zou vallen, dat dan in het land een energiecrisis zou uitbreken. Hij moet compact zijn. De bron mag weinig impact hebben op het landschap. En van het land wat hij gebruikt, moet efficiënt gebruik van gemaakt worden. Er mogen ook geen geografische afhankelijkheden zijn die nodig zijn om deze bron tot een succes te maken. De bron moet schoon zijn. Uh, de bron mag geen uitstootgassen uh, 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 genereren, zoals koolstofdioxide of stikstofoxide, fijnstof enzovoort. En er mag ook geen schadelijk afval overblijven. Denk aan radioactief afval of afval wat niet uh, recyclebaar is. En tot slot: de bron moet concurrerend zijn. De bron moet subsidievrij kunnen, kunnen opereren. De prijs per kilowattuur moet veel lager liggen dan bij andere bronnen. En het uiteindelijke doel van concurrerend, het moet de energieafhankelijkheid voorkomen. Het moet ervoor zorgen dat zowel landen als individuen kunnen voorzien, op een goedkope manier kunnen voorzien in hun eigen energiebehoeften. Dit zijn kort gezegd de vijf eisen waar een ideale energiebron aan moet voldoen. Zoals gezegd, op dit moment voldoet nog geen enkele bron aan alle vijf deze eisen. En ik zal eventjes opnoemen de bronnen die ik hier heb opgeschreven en waar daar de problemen mee zijn. Nou, bijvoorbeeld om te beginnen steenkool- en bruinkoolcentrales. Nou ja, ten eerste, het afval wat die centrales opwekken is toxisch. Want de slakken die eruit komen, die zijn sowieso vervuilend, maar ze zijn ook licht radioactief. Er is een geografische afhankelijkheid uh, met betrekking tot de aanvoer van de brandstof. Die steenkool en die bruinkool moet ook aangevoerd worden. En hoe langer dat die aanvoerlijnen zijn, hoe groter het probleem is uh, om deze bron draaiende te houden. Ook met het kosten natuurlijk. Uh, de bron stoot CO2 en fijnstof uit en de bron draait ook deels op subsidie. Dat vergeten veel mensen, maar vooral de fossiele uh, uh, wereld, de fossiele energiebronnen krijgen vaak uh, ruim twee keer zoveel subsidie als de groene initiatieven. Dat weten weinig mensen, maar dat is wel degelijk een probleem. Dus ook deze bron draait deels op subsidie. Dan hebben we aardgascentrales. Nou aardgas, hè, brand- en explosiegevaar spreekt voor zich. Ook het verbranden van aardgas brengt uh, CO2 en stikstofoxide uitstoot met zich mee. En ook deze centrales draaien deels op subsidie. Ook bijkomend voordeel is, en dat heeft misschien ook deels met concurreren te maken. Aardgas heeft ook vaak te maken met import uit het buitenland. Dus je hebt een, afhankelijkheid, een geopolitieke afhankelijkheid met het buitenland, wat ook eigenlijk zelden gewenst is. Nou, dan hebben we het oliestook. Nou, oliestook heeft natuurlijk brandgevaar. Olie is van zichzelf toxisch. Uh, wanneer je olie verbrandt, heb je uitstoot van koolstofdioxide, stikstofoxide en ook wel fijnstof. En ook oliestook draait deels op subsidie. En dat is dan met name de subsidie die uh, ten goede komt aan de olieindustrie. Dan hebben we kernenergie. Bij kernenergie hebben we deels het gevaar tijdens de opwek, uh, omdat ook de procedures die tijdens de opwek gedaan moeten worden, met name de moment dat de energiestaven gewisseld moeten worden, dat moet eens in de zoveel maanden, en dan praten we wel volgens mij over anderhalf tot twee jaar, maar die staven moeten een keer gewisseld worden. De gevaarlijke procedure uh, uh, moet goed in de hand gehouden worden, is, is wel een probleem. Daar komt ook bij dat wanneer die staven gewisseld worden, kan de energiecentrale geen energie leveren. Dus ook de langdurige beschikbaarheid is discutabel bij kernenergie. Dan hebben we nog een geografische afhankelijkheid met betrekking tot het koelwater. Kerncentrales moeten altijd dicht bij een waterbron liggen. Dat kan een meer zijn, of een rivier, of bij de zee, omdat ze grote hoeveelheden koelwater nodig hebben. Dus je hebt ook een geografische afhankelijkheid. Een kerncentrale kun je niet zomaar ergens neerzetten. Dan het welbekende radioactieve afval, schadelijk afval, waar we nog steeds geen oplossing voor hebben. Uh, er is een tijdje terug, en dan praat ik over 2011-2012, was er een initiatief om uh, 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 kernafval te gebruiken uh, als bron voor een proces waarin energie uit werd gewonnen en het afval werd uh, vernietigd. Maar dat bleek helaas in 2016 te berusten op een, uh, op een denkfout in het proces. Uh, er bleek namelijk helemaal geen energie verteerd of uh, geen afval verteerd te worden door dat proces. Het betreffende bedrijf is ondertussen ook failliet gegaan. In 2018 zijn ze failliet gegaan. Dus daar is nog steeds een groot probleem. Brengt ook veel kosten met zich mee, als radioactief afval in koelingpools actief gekoeld moet worden, maar ook als het statisch onder de grond geplaatst moet worden, het is en blijft een kostenpost. Nou dan de hoge prijs per kilowattuur. Een kerncentrale is een hartstikke dure investering. Uh, ook de staven die erin moeten, zijn uh, uh, dure aankopen. Maar vooral uh, de, de, de kosten van de centrale zelf en ook alle veiligheidsmaatregelen die daarbij komt kijken, zorgt voor een hoge prijs per kilowattuur, zeker in vergelijking met andere bronnen. Kernenergie draait ook eigenlijk volledig op subsidie. Zou de Nederlandse overheid vandaag stoppen met het sponsoren of subsidiëren van de kernenergie die wij uit borstelen krijgen, dan stopt morgen die centrale met werken. Er um, is ook al een heel stuk over geschreven uh, op de website wat, uh, over wat is duurzaam. Er is een heel stuk over geschreven dat uh, met name, uh, volgens mij is het daar de, de provincie die dat regelt, uh, uh, die daar de kosten voor draagt. Maar het is een, daar moet flink wat geld bij. En tot slot, de energieafhankelijkheid uh, is niet geborgd, uh, omdat je namelijk een grondstofleverancier hebt die in sommige gevallen in het buitenland zit. Uh, dat brengt ook hier weer geopolitieke uh, afhankelijkheden met zich mee die je eigenlijk niet wilt dan kernfusie, daar hoor je heel veel over, hè? Uh, ja, is het nog steeds een probleem dat er potentieel veel subsidie nodig is om de bouw in de kilowattuurprijs mee te drukken. Um, sowieso is er nog geen enkel praktijkvoorbeeld, er is nog geen proefcentrale waar cijfers van bekend zijn, maar ik vrees ervoor dat kernfusie qua kilowattuurprijs net zo duur, of misschien zelfs nog wat duurder gaat worden dan kernenergie. En ja, dan is het geen concurrerende bron, dus dan voldoet die niet aan punt vijf. Dan hebben we zonne-energie. Nou ja, zonne-energie is niet 24 uur per dag beschikbaar. We hebben natuurlijk de nacht. Uh, daar zou je eventueel nog tegenaan kunnen bufferen. Uh, uh, omdat dus uh, de, de overschotten van de dag in de nacht beschikbaar te maken. Maar goed, die volledige 24 uur beschikbaarheid is er gewoon niet. Ook langdurige beschikbaarheid is een probleem. In de winter levert zonne-energie minder op dan in de zomer. Zeker op de plek van de wereld waar wij zitten natuurlijk. Dat is een probleem. En het heeft ook impact op het landschap. Als er grote zonneweiders worden geplaatst, ja, op die plek had ook een heel mooi bos kunnen staan. Snap je dus? Het heeft impact op het landschap. Zonnepanelen en zonne-energie, die wordt opgewekt op de bebouwde omgeving, dus op woonruimtes of op bedrijfspanden, dat is natuurlijk geen issue. Dat pand of dat huis staat er al. Maar zeker wanneer het op weiders wordt geplaatst, heeft dat natuurlijk wel impact en voldoet het niet aan punt 3. Nou, dan windenergie. Ja, windenergie is ook niet langdurig beschikbaar. De wind zal altijd wel een keer gaan liggen. Uh, dus het is geen bron die jaren aan een kan, kan blijven leveren. Ook hier impact op het landschap. Hè. We hebben dan uh, geen weides, maar we hebben uh, windmolens uh, uh, tegenwoordig wel 200 meter hoog. En uh, ja, de ene heeft er geen last van en vindt ze op zich nog wel mooi. De ander gruwelt ervan. Dus ja, het heeft impact op het landschap. Um, en er is nog een laatste punt, dat is de... Slecht recyclebaar afval en dan met name de wieken. De wieken zijn van een gegoten materiaal gemaakt. Een soort van van, 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 van is wel te recyclen sinds kort, maar het is toch best lastig te recyclen. Dus ik vind dat dat dan eigenlijk nog steeds niet voldoet aan punt 4. Dan hebben we hydro, oftewel waterkracht. Nou ja, waterkracht, daar heb je een geografische afhankelijkheid. Want je hebt een waterstroom nodig in combinatie met een hoogteverschil. Dat hebben we in Nederland op een aantal plekken. Bij Lid ligt de allergrootste hydrocentrale van Nederland. Er ligt er eentje in Sint-Michiel-Scherstel. In Tilburg zijn ze er eentje aan het bouwen. Dus daar is nog wel iets mee te doen. Maar ja, het blijft een geografische afhankelijkheid. Ook de langdurige beschikbaarheid is discutabel, puntje 2. Omdat de opwek namelijk wisselt na gelang het jarige tijden. De, de, de opwek van, van, van waterkracht is omgekeerd evenredig aan die van zonne-energie... Dus uh, in het najaar en in de winter uh, is er meer waterkracht dan in de zomer. Terwijl bij zonne-energie is er in de zomer meer zonne-energie dan in de winter. Die twee staan tegenover elkaar. Maar ook hier wisselt het nagelang het jaargetijde. Dan getijde-energie. Uh, denk aan appvloed bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat is ook niet 24 uur per dag beschikbaar, want het is echt op twee specifieke momenten, uh, of rondom twee specifieke momenten, dat die energie opgewekt kan worden. En ook hier is er weer een geografische afhankelijkheid met betrekking tot de waterloop uh, die je probeert te vangen. Dan hebben we biomassa. Bij biomassa speelt het explosiegevaar, dat, dat vergeten mensen vaak, maar bijvoorbeeld bij de Amers Centrale, dat is een, sinds kort, of ja sinds kort, ook al een aantal jaren geleden, omgebouwd tot biomassa centrale, is al eens een keer een stofexplosie geweest. Dus ja, dat is wel een probleem en ook een gevaar, hè? dus een explosie waar stofexplosies kunnen optreden. Het is ook niet langdurig beschikbaar, de bron. Want ja, het bronmateriaal wordt sneller verbrand wereldwijd dan de aangroei. Dus dat houdt op een gegeven moment op. Nou, het stoot CO2 uit, hè, want ja, bomen nemen CO2 op. Dat zit opgeslagen in het hout. Dat blijft ook in het hout zitten. Als je er bijvoorbeeld een tafel van maakt, zit die CO2 opgeslagen in die tafel. Maar de CO2 komt weer vrij op het moment dat het hout wordt verbrand. Nou ja, dat gebeurt in een biomassa centrale. Dus we hebben ook hier weer CO2-uitstoot. Dus het voldoet ook niet aan punt. 4. En ook hier, biomassa draait ook deels op subsidie, uh, dat heeft ook meer met rechten te maken, maar het is nog steeds in feite subsidie, uh, dus eigenlijk voldoet het ook niet aan punt 5. En dan als laatste, en dat is misschien wel de bron die het dichtste bij het ideaal komt, dat is geothermie, oftewel aardwarmte. Uh, ja, het enige punt dat ik hier heb kunnen vinden is single point of failure, de, de laatste bij punt 2. Een probleem. Neem bijvoorbeeld als, als voorbeeld het land IJsland, draait bijna volledig op geothermie. Maar ja, er zal daar maar iets gebeuren dat daar uh, die geothermie wegvalt. De, ik, ik weet, ik veel, een hele grote aardbeving waardoor die energie op een andere plek ontsnapt, waardoor die niet meer afgetapt kan worden. Ja, dan zit je als land toch in het donker. IJsland ligt te noordelijk voor goede zonne-energie. Uh, dus wind zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn. Maar kijk bijvoorbeeld naar een land als Japan. Uh, daar zou je bijvoorbeeld windturbines in de zee kunnen zetten. Dat is heel veel zee. Maar er is een heel diepe trog. Meteen aan de, kant, uh, of aan de, aan de kust van, van, van Japan. Dus je kunt daar ook helemaal geen uh, windmolens in zee zetten. Vanwege de hoge diepte. Uh, dus ja, dan houdt dat ook op. Maar geothermie, in feite, als je maar diep genoeg uh, gaat. Als je, uh, ik noem maar even iets. En, uh, een, een, een x tiental meter de grond in gaat, heb je al het hele jaar door 12 graden warmte. Maar ga jij 500 meter naar beneden, kun je natuurlijk veel meer warmte naar boven halen. En daar kun je met allerlei processen ook stroom uit opwekken. Dus dat zou een ideale bron kunnen zijn. In de bovenste 10 kilometer van de aardkorst zit meer dan genoeg energie opgeslagen om ons de komende 200 miljoen jaar alle energiebehoeften van de wereld te dekken. Uh, dat, trek ik niet, uh, dat verzin ik niet, trek ik niet uit mijn duim, zeg maar hier, maar dat is echt. Dat, uh, ik heb de, de quote hier niet staan, maar die heb ik in mijn recente webinar wel getoond. Geothermie zou een ideale bron kunnen zijn. Nou, mocht er, er ja, er komen we natuurlijk het hele jaar door, of eigenlijk constant komen er nieuwe ideeën of nieuwe bronnen opzetten, uh, vanuit universiteiten, maar ook vanuit bedrijven. Als er zo'n nieuwe bron opkomt en je hebt erover gelezen, hou ze langs deze vijf punten. Mocht de bron voldoen aan al deze vijfde punten, dan hoor ik daar heel graag. Laat zeker even een commentaar achter op deze video. Uh, en dan wil ik jullie bij deze danken voor, uh, voor de aandacht.